In de laptop Best Buy Guide kijken Julian en ik iedere twee maanden naar de beste laptops in drie categorieën. In deze editie kijken we naar de budget laptop tot 500 euro, de basis laptop tot 700 euro en we sluiten af met de mainstream laptop van maximaal 1000 euro. We beginnen met de budget laptop, de categorie tot 500 euro. Daarvoor hebben we deze. Yoga 530 van Lenovo uitgekozen, dat is een zogenaamde convertible, betekent dat je hem helemaal om kunt klappen en als een soort van dikke tablet kunt gebruiken. Nou dat is leuk, maar het voordeel daarvan is uh, dat hij een IPS scherm heeft, dus een behoorlijk goed beeldscherm met goede kijkhoeken, full HD resolutie. Ook is de behuizing uh, behoorlijk stevig voor een laptop in deze prijsklasse en een leuke extra is de vingerafdrukscanner die je in deze prijsklasse niet veel terugvindt. Ja, en dan heeft hij ook nog eens best wel goede specificaties. Er zit een Pentium 4415 U processor in, kabulek -like architectuur. 4G geheugen en een 128 gig SSD. En dat is best prima voor 500 euro. Alleen er is één probleem. Ja, hij kost geen 500 euro. Hij is iets duurder geworden. Twee maanden geleden kon je hem kopen voor 500 euro. Nu kost hij 530 euro bij veel winkels 580 euro. Maar we hebben wel een oplossing gevonden. Ja, en die oplossing die staat voor me, dat is eigenlijk dezelfde laptop, maar dan met AMD Ryzen 3 processor. En Ryzen 3 is zelfs nog een fractie sneller dan de Pentium processor. Het enige nadeel is dat de AMD processor minder zuinig is. Dus deze haalt een accuduur van 6 uur, kost wel 500 euro en voor die 530 euro, die 30 euro extra heb je dan een accuduur van 8 uur in de Pentium versie. De best buy in deze categorie is dus sowieso de Yoga 530 en afhankelijk van hoeveel geld je hebt, heeft die een Intel of een AMD processor. En dan belanden we aan bij de categorie van de basislaptop tot 700 euro. En dit is de categorie van de herhaling, joh. Ja, we hadden eigenlijk een medium laptop op het oog met een Quadcore i5 processor, MX150 videokaart en een goed scherm en dat alles voor 700 euro. Interessante laptop, maar dat is helaas een uitloopmodel. Die is binnenkort niet meer te koop. Ja, precies. Dus daarom zijn we teruggevallen op de Acer Aspire 5, die we in de vorige Best Buy Guide en die daarvoor al hadden aangehaald. Dat blijft een goede deal. 700 euro voor dat geld krijg je een Quadcore i5. MX130-videokaart, een Full HD IPS-scherm, 8 GB geheugen en een 256 GB SSD, kortom veel waar voor je geld. Ja, wat je ook kan doen is kiezen voor deze Lenovo Yoga 530, die lieten we net ook al zien, maar dit is een duurdere variant met een snellere processor, de uh, Ryzen 5 processor, dat is een quad-core met ook een snellere grafische chip, die zich ja, goed kan meten met de Intel-variant. Uh, het grafische gedeelte is nog een stuk sneller, dus ja, dit is een prima alternatief. We sluiten af met een mainstream laptop. Daarvoor hebben we een budget van 1000 euro en zoeken we een krachtige laptop die eigenlijk je desktop kan vervangen. Ja, en die hebben we gevonden in de HP Pavilion 15 CX. Hij kost 900 euro. En voor dat geld krijg je een Core i7 Hexacore, dus met 6 cores, GTX 1050 GPU, 8 g geheugen, 128 GB SSD en een 1 TB harde schijf. Nou, dat zijn echt wel dikke specs voor 900 euro. Wat je vaak ziet, is dat fabrikanten dan bezuinigen op het scherm door een goedkoop uh, TN-paneel te gebruiken. Nou, HP heeft dat niet gedaan. Er zit een IPS-paneel uh, in, dus de kijkhoeken zijn goed. De kleurweergave is oké, okay. het contrast is ook hoog. Ja, de maximale, maximale helderheid is niet heel hoog, maar toch voor dit geld prima specs. Maar er zijn nog wel een paar nadeeltjes. En een daarvan vind ik de bouwkwaliteit van het scherm. Dat beweegt wel heel makkelijk mee. Ander dingetje is de touchpad. Die heeft een plastic oppervlak en ik hou liever van een glazen oppervlak, want dat glijdt wat makkelijker en is ook wat accurater. Wat ik wel positief vind aan deze laptop is dat je het geheugen, de harde schijf en de SSD kunt upgraden, waardoor je niet alleen nu, maar ook in de toekomst veel plezier hebt aan deze laptop.